Als je iets zoekt, gebruik je internet en dan wordt nog steeds in de meeste gevallen Google ingeschakeld. Deze zoekmachine kun je wel enigszins naar je hand zetten door voorkeuren aan te geven. Hoe je zoekinstellingen kunt aangeven bij Google, zie je in deze how-to. Je surft naar de zoekmachine Google, in dit geval google.nl. Google.com kan natuurlijk ook. Rechts onderin kies je instellingen en daarna klik je op zoekinstellingen. Bovenaan kun je Safe Search inschakelen. Hiermee kun je ongepaste afbeeldingen in de resultaten blokkeren. Zoals je ziet is het niet 100% nauwkeurig. Als je hier een vinkje zet, wordt het ingeschakeld. Een strenger filter kun je instellen door te kiezen voor Safe Search vergrendelen. Dan wordt er gefilterd op zowel expliciete afbeeldingen als expliciete tekst. Maar ook hier geldt: het is nooit 100% nauwkeurig. Je kunt hier het aantal resultaten per pagina instellen. Maar hoe minder, hoe sneller Google werkt. Bij privéresultaten kun je inhoud vinden die voor jou is gepersonaliseerd. En daarbij hoort ook inhoud die alleen jij kunt zien. Een voorbeeld: ik zoek naar mijn afspraken. Reserveringen uit mijn agenda worden getoond. Dat kan bijvoorbeeld ook met mijn vluchten. En als je mijn pakketten intypt, krijg je een overzicht van je bestellingen en in dit geval geleverde pakketten, waarvan je de details kunt bekijken. Zo kun je ook naar de zoekinstellingen. Deze resultaten zag je dus omdat privé resultaten is aangevinkt. Maar als je dat uitschakelt en weer opslaat, vind je geen bijvoorbeeld pakketten meer. Weer terug naar de zoekinstellingen. Hier kun je aangeven dat elk geselecteerd resultaat wordt geopend in een nieuw browservenster. En na het opslaan is dan dit het resultaat. Als je nu een resultaat opent, gebeurt dit altijd in een nieuw tabblad. Als je op deze link zoekgeschiedenis klikt, krijg je een overzicht van je activiteiten. Het kan handig zijn als je een eerdere zoekactiviteit wilt oproepen. Of via deze puntjes kun je een activiteit verwijderen. In een eerdere houthoe ben ik hier uitgebreid op ingegaan. Bij de regio-instellingen kun je eventueel een andere regio selecteren. Bijvoorbeeld als je in het buitenland zit. Als je hier voor talen kiest, kun je aangeven welke taal er moet worden gebruikt in de Google producten. En als je dat wijzigt, ook hier niet vergeten om op te slaan. Tot zover deze how-to over zoekinstellingen bij Google.